Ja, vandaag ga ik nog eens bij Tesla Superchargers proberen laden. Ik heb in het verleden, ik heb het al eens gedaan in Nederland. Daar zijn de Superchargers al een tijdje open voor het publiek. Nu zijn ze al allemaal opengesteld. Alleen voor dus niet Tesla gebruikers, voor andere type voertuigen. En het probleem alleen daar was, ik kwam dan in Tilburg en zo uit. En dat zijn 300, dat zijn V3 Tesla Superchargers met 350 of 300 kilowatt. Nee, 250 kilowatt laatst alleen. En die zijn niet compatibel met een Ergica, dat is een gekend probleem. Dus je moet eigenlijk de V2 superchargers hebben van Tesla. En die zouden wel moeten werken met een Ergica. Ik ben in Valenciennes, is er zo, via de Franse piloot, is er zo een site. En dat zou moeten werken met een Ergica. Nu, ik ben daar al een keer geweest met iemand, met een Fransman, met een Rebel. En die Rebel die kon daar toen effectief laden. Maar van mij was het niet gelukt in de dag. Ik heb toen twee verschillende laadpalen geprobeerd. Het was druk, dus het was iemand anders aan het wachten, zag ik ondertussen. Dus ik heb dan uiteindelijk de mijne verzet en het zo gelaten en ergens anders gaan laden. Bij een Lidl trouwens, waar dat via type 2. Die stopte elke 30 minuten, dat is wel handig. Dat zouden ze hier bij de Lidl beter ook invoeren. Nu, dus Valenciennes is niet zo ver van hier. Dat is echt zo nog geen 80 km van hier. Dus ik kan perfect naar daar en terug over de snelweg zelf. Ik ga opnieuw gaan proberen. Ik weet niet, er zijn een paar dingen dat ik nog kan testen. Ondertussen zijn ze trouwens ook opengesteld in heel België. Ik weet niet zo goed, volgens het persbericht zijn het alle Tesla Superchargers in België. Nu, dat zou betekenen dat er niet zoveel Superchargers zijn of sites zijn in België. Maar tegelijk beweren ze ook dat ze de grootste zijn. Dus ofwel tellen ze dan per kilowatt of per laadaansluiting, per laadpal of zo. Misschien als je op die manier telt, want dat zijn altijd sites van 10, 15 laadpalen. Terwijl zo andere merken, like Ionity, zijn er ook niet zoveel, maar dan heb je eerder maar 4 palen. Fastnet zijn er wel al heel veel locaties, maar dat zijn soms zelf maar 2 laadplekken op zo'n Fastnet-locatie. En de Lidl ook niet meetellen, volgens mij. Ik denk, het zou kunnen zijn dat de Lidl er nog bovenuit komt. Maar dat is niet echt een aanbieder. En het grappige is ook, de dag erna was er een persbericht van een andere, ik denk was het Allego of zo. Die juist hetzelfde claimde, maar ja, dat was natuurlijk al lang gepland en die proefregeling was al lang gebeurd enzovoort, dus dat wordt ook niet de dag zelf beslist. Dus die hadden gewoon een klein beetje pech tot een dag ervoor eigenlijk Tesla hetzelfde. Ik denk trouwens ook wel dat Tesla effectief groter is dan Lego's. Hè. Maar goed, ja, V2 moet ik dus aan, dus ik ga gaan proberen. Ik ga zo blij zijn als ik mijn andere ketting heb. Deze is goed gevet altijd. Het heeft lang niet geregend, dus elke 600 à 800 kilometer vet ik opnieuw. Maar als het niet regent, ja, dan gaat dat vet nergens naartoe, zouden denken. Behalve natuurlijk naar uw garagevloer. Ja, ik ben in Valenciennes geraakt bij de Tesla-laders. Ze zijn allemaal serieus aan het laden. Zijn er al een paar verdwenen ondertussen. Stond eigenlijk zo goed. Ik denk dat er nog 2 plekken over waren van de 12. Het is per 2 telkens, hè. Dus die 2 die gaan nu een klein beetje trager laden door mij. Klein beetje zeg ik, want ik doe maar 24 kilowatt. Maar het is deze keer wel gelukt, want de vorige keer was ik hier dus vastgelopen. Heb ik een van die daar van achter geprobeerd, maar het werkte niet. En nu werkt het dus om de een of andere reden wel. Ik weet niet wat, waarschijnlijk. Ik heb de pistool er niet speciaal hard ingeduwd of zo deze keer. De vorige keer heb ik dat vergeten doen. Ik geef zo altijd 3 tips. Als het niet werkt, zoals andere mensen klagen dat het laden niet werkt, geef ik altijd 3 dezelfde tips. Uw contact op laten staan, dat heb ik gedaan. Pistool induwen, dus dat goed vast op dat goed contact maakt. En dan zeker op tijd badgen. Ja, hier moet je niet badgen, maar via de app u aanmelden. Ik denk dat ik de vorige keer dat badgen gewoon veel te lang gewacht heb. Want het probleem met Energica is dat hij na een bepaalde tijd gaat hij in time-out. Dus dan komt hij zo vanaf dat hij hem inplucht. Komt er hier op het scherm iets van DC Fast Charge Initialization. En als je te lang wacht, gaat hij in time-out. En dan mislukt heel uw laadsessie. Nu, gisteren of eergisteren, ik ben in Valenciennes in Frankrijk, omdat dat een van de piloten is. Maar gisteren of eergisteren hebben ze aangekondigd dat er in België ook, in Waveren onder andere, dat er in België ook verschillende piloten zijn. Kijk, ik zat aan 60% of zo. Nog 4 minuten, ik zat aan 70%. Ik ben er bijna, ik ga de temperatuur een keer checken ook. Met de app.
De vorige keer stond, zie daar staan de kasten. Dus dat zijn er van 150 kW. De V2's die hebben zo twee kabels. Daar twee kabels. Want de V3's die werken dus niet. Of toch niet met energie. Maar dat is een bekend probleem. En die kunnen herkennen, de V3 kunnen herkennen aan het feit dat hij maar één kabel heeft, een CC-stekker. En dat hem ook 250 kW is. En dat is zo een. Dat is zo'n symbooltje van type 2, maar er zit een klein stukje plastic waardoor dat hem niet past daar. Maar het is maar goed ook dat hij niet past, want dat is eigenlijk geen. Dat is geen gelijkstroom. Dat is geen. Dat is wel gelijkstroom, geen wisselstroom. Dus dat zou sowieso dingen in brand steken, denk ik. Vorige keer stond die kast ook gewoon openbaar. Maar ik ken indruk dat ze hem dicht gedaan hebben ondertussen.